In nabijheid van het dorpscentrum van Bunschoten Spakenburg bevindt zich achter de Noorderkerk het Klederdrachten Visserijmuseum. In dit museum vindt u alles over de klederdracht en cultuur van Bunschoten Spakenburg. Het Klederdrachten Visserijmuseum bestaat dit jaar 50 jaar. Reden om een mooi item te maken over de 50-jarige historie van dit museum. Burgemeester van de groep opende het museum afgelopen zaterdag met de oudste suppoost van het museum, Hendrikje Hopman Muis. We mogen ons verheugen op heel veel vaste supposten. En we willen natuurlijk, de burgemeester heeft het ook al genoemd, geen één of niemand tekort doen. Maar dat Hendrik al 50 jaar actief is, is natuurlijk wel geweldig. Ze heeft gelukkig, ze kraakt hier en daar een beetje. Maar de rest is er nog heel goed uit, hè? Hendrikje Hopman Muis. 50 jaar museum. Ja, klopt. Ja, vanaf begin erbij? Vanaf begin erbij. Ja. Het is opgericht vanuit onze vereniging. We waren met z'n vieren en toen zei er één, onze klederdracht die gaat helemaal overstuur. We moesten er wat aan doen. En zo is het begonnen. Toen zeiden we, ja, nou, we uitbeelden met Poppy. En het eerste dat we deden, het was in de oude consistorie. We hebben een vloerkleed op een tafel liggen en daar waren popjes op, dat was het begin. Dat niet zoveel bijzonders. En onze winkel, dat was een keukentafeltje. Met aanzetkaarten, lepeltjes en penning. Meer niet. En eerst had Eppie het eerst altijd gedaan met wijn. Wijn van meester Oud, zeggen we. Maar later moest Eppie vervangen. Hè. Ja, mijn hele gezinnetje weer ingeschakeld. De kinderen gingen zaterdags maar eens. Want eerst zat Eppie daar eten te koken in dat keukentje van Sjoerd. Maar, ja. En dat kees toen niet meer. Nou ja, toen zei ze, dan kwam ze over de weg heen. Wouter, je moet in het museum zitten. Of Gree, je moet in het museum zitten. Ja, die kinderen gingen. We zijn helemaal de kneed van het museum. Mijn eigen kinderen die zeggen maar zo, dat is moeders vierde kind. Ja, echt hoor. Dag en nacht mee bezig dus? Nou, s'nachts niet hoor. Nou. S'nachts niet, maar ik ben altijd wel druk met ermee. Ja, het heeft mijn hart gewoon. Ja. Ja. En elke keer alles opbouwen, alle poppen uitkleden hoorde ik net. Dat heb ik vroeger wel gedaan, maar dat kan ik niet meer. Ik ben nog aan de personeel. En hier dat zaaltje, dat zorgt timer voor. Hè. Daar hoef je mensen naar de wond te kijken. Timer, ook al heel lang vrijwilliger? Ja, ik denk van al wel zo'n 20 jaar. Ruim 20 jaar wel, dat ik hier rondloop. Heb je altijd dit zaaltje gedaan of veel meer? Eerst niet, maar later is het dit zaaltje begonnen. En het is steeds gegroeid. En dan krijg je steeds meer spullen van particulieren. Dus het is een hele verzameling geworden van mensen die het kwijt willen en toch niet weg willen gooien. En die geven het aan ons om hier neer te zetten. En zo zijn we dat in de jaren helemaal opgebouwd. En het is best heel intensief als je daarmee bezig bent. Hey, en ik zie aardig wat dingen hangen, dus er komt ook aardig wat techniek bij kijken. Ja. Is dat een dames- of een herenzaak? Nou, het is meestal een dameszaak, hè. Alle techniek. Namelijk van de dames. Gelukkig heb ik ook dames om me heen die heel veel voor mij doen. Dus als ik een beroep doe op dames, wil je dit doen, dan wil je dat voor me maken. En dan doen ze dat. En dat is bijzonder, want alleen kan ik het niet. En dan sluit ik alle landen. Ja, vergeten doe ik niet. Ik hou van Holland. Dank je aan de Zuiderzee. Een stukje Holland. Dat ik in mijn hart gesneed. Daar waar die molen
Zeker. Jullie hebben heel veel geld opgehaald voor allerlei goede doelen. Altijd. En kan je een paar doelen noemen die je echt heel mooi vond om ervoor te werken? Nou, het hele mooiste vond ik toen we begonnen met Dominique Lamer. Daar hebben we gewerkt voor het kerkje. Toen hebben we later het geld gegeven voor de klok. Er moest een klok komen, zondagsmorgens moest er ook een klok luien. En het was ontzettend mooi en dankbaar. En toen kwam Dominique Klamer, die kwam over, die had hier in de Polenbuurt gewoond. En toen werden al de medewerkers verder gewoon een avondje bij mijn visite gevraagd. En toen liet hij al die deals zien. Dan weet je waar je voor werkt. Dat is heel mooi. En dan zie je waar je voor werkt. Ja. Annie Terhaar, prezes, geloof ik. Ja. Hoe lang al? 8 jaar. Ja, 8 jaar. Na het overlijden van Reinie Blokhuis werd ik gevraagd of ik president of tenminste de voorzitter wilde worden. En eerst denk ik, nou, dat is helemaal niks voor mij. Maar ze zeiden, nou, het is niet zoveel werk. Dus ik stapte erin. En dan kom je er vanzelf achter dat het toch wel meer is dan dat je in eerste instantie denkt. Ik hoorde net van de secretaris, nieuwe secretaris, die kwam erbij en die zei, het is eigenlijk net een bedrijf. Het is ook een bedrijf. Zeker. Er gaat heel wat om. Er wordt heel wat via de PR, zeg maar, komt er binnen. En dan denk je, nou ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? En het lukt toch elke keer weer. Ja. Hey, nou zag ik heel veel wat dames op leeftijd met respect. Hoe ziet de toekomst van het Kleedracht en Visserijmuseum eruit? Nou, daar kun je best zorgen over hebben. Als ik zie dat hier van de week al die poppen aangekleed worden door dames. Eén is de 86 en de andere zijn 78. En ja, hoe moet dat verder? Hoe moet dat verder? Nou, dat is een vraag die dan de komende tijd gaat spelen. Ja. Maar nu 50 jaar, dat is wel een groot feest. Wat staat er te gebeuren in dit jubileumjaar? Nou, het gaat allemaal zo als het normaal gaat natuurlijk. Er zijn wel wat kleine feestelijkheden. Maar de bedoeling is nu dat we gewoon morgen komt de burgemeester. Of tenminste de burgemeester die komt samen met Hendrik Hopman openen. En dan zijn er genodigden. En aan het eind van het seizoen willen we met alle vrijwilligers van het museum. Van de Bid en de Dankdag. Al die jonge vrouwen die al die spullen ophalen bij Bid en Dankdag. Ook erbij. En dan een gezellige avond. En waar de